Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Tom en ik ben een van de zware bergers van A. Barendrecht. Ik neem jullie mee in mijn werkzaamheden en ik zie jullie bij de eerste melding. Nieuwe kansen. Maar het weer is er niet beter van geworden. Helaas. Maar goed. We hebben weer een nieuwe melding. Op de A16. Ik heb hem al even zien staan. Buitenlandse chauffeur, Volvo. Met accuproblemen, maar ja, dat weet je toch nooit. Dus we gaan er even bij kijken. Not good. No. Not good. Yeah. Iets met zijn accu's. Ik weet niet wat. Nee. Dat kunnen we natuurlijk ook lekker bij hier. Ja. En toen in één keer was klaar. Hij heeft geen spanning, denk ik. Nee, heel zijn computer in. Ja. Kijk of er een accupoortje erop zit of zo. Ja, daar heb ik zelf ook aan gekeken. Dus, Oké, nou ja, even snel en anders hang ik er gewoon achter. Ja. Thank you.
meer smaken zijn er niet, hè? Nee. Ja. Oké, you can do it back and we tow it away.
Elektrische handrem weer natuurlijk. Wat verdomme. Lekker mooi, hè?
Kom eens, where go? Yes, where go? Lampjes op. Dan begint het alweer donker te worden. Hè? Ja. So let's go! Ja? Ja? Kom! Nou, ik ga rijden. Ja, ja. Hé, kom!
we hebben net die Volvo gelost op een parkeerplekje. Er zou morgen er een of andere monteur bij komen om hem te maken. En daar moest hij morgenochtend zijn trailer lossen. Maar terwijl dat we nog aan het lossen zijn, werden we gebeld voor een nieuwe. Dus we moesten even opschieten. Dus dan zijn we nu gelijk naar onderweg. Hij zou moeten staan op de A15, rechts op 42.2. Ja, schijnt een pol te zijn. Wandse problemen of zo. Dus. We gaan het wel weer zien. Ik neem jullie mee. PTO'tje aan. Nou, let's go. Diesel 100 liters in rechts. Ja? Yeah. Left finish. Is dat goed? Ja. So you want to go to the tank station or what? We'll be right back.
niet genoeg lucht. Lekker pekje zo, hè? Mee. Als het goed is, kan zo de handrem eraf dan. Precies. De tank is gewoon leeg, maat. Weet niet. Groen kwijt. Yes. Ja, ja. Nou, ik ga er weer vandoor. Yes. Tot straks. Ja, go sit. Druk. Druk aan bellen.
Yeah. Oh. First time. Yeah, okay. Like this. Okay, now do it like this, yes? Okay. Там ковали подножжем кабины. So sure. Я доляв 100 литров, он мне щогнув. Он мене щогнув за постраду, щогнув. Sure. You don't have anything in on the bed that can fall on your window? Yes. It's okay. It's okay? Okay. It's okay, yeah. Okay. Он мне щогнув на станції, стоїм на станції. Я затанкував в нашій карті ІДС і попросив мене вже дрон подумав мені. Wat gaan we eens afdoen? Juist mannen 100 liter vlees, 100 liter vlees. Lekker taaltje, hè? Nou, hij heeft net getankt. Voor mij is je tank leeg. Even kijken of we hem even kunnen ontluchten. Of in ieder geval even kunnen oppompen. Naar als je gaat. Hey. Dat hij hem daarna weer kan starten? Ja. Ja, oké. Heel vaak druk, hè? Oh, dit is pomp, ja? Ja. Oké. First time. This problem first time. Ja. Yeah. Het is natuurlijk het leger gereden. Dus moeten we de brandstof weer van de tank naar de motor pompen. No, no, it's okay, yeah. We put it, we put it back. Ja. Zo, cabine weer teruggekanteld. Nou, nu moet hij betalen. Nou, we zien hoe we dat weer voor elkaar krijgen. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer.